Mensen, fijn dat we hier nou mogen zijn. Het is ook goed dat het weer nog een beetje aardig is, want we hebben er lang genoeg op gewacht, mag ik wel even zeggen. En dat weten we ook allemaal nog wel heel goed hoe dat gegaan is. En we kunnen er een heel mooi geschiedenisverhaal van vertellen. We kunnen heel lang teruggaan hoe dat met woonwagenbewoners ooit begonnen is. En hoe uiteindelijk hier het Trekvaartplein tot stand is gekomen. En hoe hier veel meer mensen uiteindelijk gingen wonen dan er oorspronkelijk mochten wonen. En hoe het steeds minder fraai eruit begon te zien. Het werd zelfs gevaarlijk op een aantal plekken. En toen zijn we ermee echt mee aan de gang gegaan. Maar ja, eigenlijk waren er al veel lange pogingen, maar het schoot niet zo heel erg op. En iedere keer hadden we een ander idee van hoe we het moesten doen. En uiteindelijk zijn we toch zover gekomen met elkaar dat we hebben gezegd, nu gaan we toch voor de reconstructie van het Trekvaartplein zelf. En wij gaan hier 90 plaatsen maken. Daar zijn we het uiteindelijk over eens geworden. En we proberen dat ook zo mooi mogelijk te maken met elkaar. Het is wel een heel heftig proces geweest met elkaar. Ik heb zelf betrokkenheid gehad bij grote en ingewikkelde projecten. Maar ik durf rustig te zeggen, dat zeg ik tegen iedereen, dit was het moeilijkste wat ik ooit heb meegemaakt. En het is niet eens, het was het moeilijkste, het is nog steeds het moeilijkste wat ik ooit heb meegemaakt. Want wij hebben het jullie misschien niet altijd makkelijk gemaakt, maar laat ik het omgekeerd ook maar zeggen, jullie hebben het ons ook bepaald niet altijd makkelijk gemaakt. En die dingen bij elkaar, die hebben het allemaal wel een hoop tijd op gekost om dat allemaal te zetten. Nu zijn we in ieder geval zover dat voor de eerste fase de eerste palen geslagen kunnen worden. En ik hoop dat degene die er de laatste jaren van dachten, het komt er nooit van, dat die nu in ieder geval geloven, ja, nu komt het toch ook echt wel van. Er komt ook een hoop geld in de grond te zitten straks. En daar willen we ook wel resultaat van zien. Dat doen we vandaag. De eerste fase is daarmee rond. En we moeten natuurlijk nu ook weer kanonhard gaan werken. Heel snel naar de volgende fases. Want we willen dat het geheel zo snel mogelijk achter elkaar wordt uitgevoerd. Hoe snel dat allemaal gaat, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Want er zijn nog zoveel dingen die je tegen kunnen zitten. Maar reken maar dat ik er bovenop zit om het zo snel mogelijk te laten gebeuren. Ik zal in ieder geval hartstikke blij zijn dat die eerste fase goed opgeleverd wordt. Dat de mensen die daar komen te wonen, dat die ontzettend veel plezier hebben in het wonen hier. En dat het ook als een voorbeeld mag dienen waar iedereen graag naartoe leeft. En dat we straks, als het helemaal klaar is, met veel plezier over het Trekvaartplein fietsen en zeggen van kijk eens, dit is weer een prachtig stukje van de stad. Mooi dat we dat op deze manier met elkaar gedaan hebben. Jullie er allemaal prachtig en plezierig wonen en dat wij het prettig vinden om dat op die manier als onderdeel van de stad te hebben. Ik zou in ieder geval iedereen willen bedanken die aan deze voorbereiding hard heeft gewerkt. Er zijn bewoners die er heel erg hard aan gewerkt hebben, die in het bestuur hebben gezeten of die zich er anderszins enorm tegenaan bemoeid hebben. Er waren mooie momenten. Ik kan me nog heel veel gesprekken met het bestuur herinneren. En dan kwamen er soms in één keer 30 anderen bij om ook mee te praten. Er waren altijd bijzondere discussies die we met elkaar hadden. Maar we hebben elkaar denk ik op den duur ook wel een beetje leren vertrouwen. En dat is ook wel mooi dat dat goed gelukt is. Ik ben er hartstikke blij mee dat we dit moment nu hebben benaderd. Gefeliciteerd met alles en dank voor iedereen die eraan bijgedragen heeft. Nou, dan hoor je toch meteen dat er een burgemeester is. En meteen vol van woorden die klets maar door. Het leek wel een raadvergadering bijna eigenlijk zo lang. We gaan beginnen, burgemeester. Ik wil de directeur er ook bij hebben van Portaal. Ja, wij kunnen dat wel. Ja, hè. En dan wil ik iedereen even verzoeken, als u eentje daar wilt gestaan. En dan tellen we even van 5 naar 0. En met de druk op de knop, dan wordt de eerste paal geslagen. Bent u er klaar voor? Ja! Oh. Hey, wij kunnen dat doen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh. Oh, jee. En dan op mijn verjaardag. Oh, wacht even, even kijken. Wacht even. Nog een keer. Oh. Oh, ik zie het al. Wacht even. Oh, hoe kan ik er nou? Ja, dat voor de... De stekker zat er niet in. Oh. Zo. Even kijken hoor. Ja, wacht. Oh, er zitten wel meer niet goed in gehad. Oh.
hoorde het al niet toen ze zeiden, Bert, jij moet dat vandaag doen bij die bouwhandeling. Nee. Nou burgemeester, het zit een beetje tegen. Super. Dan doen we het maar op de ouderwetse manier. We doen het op de ouderwetse manier. Ja, dan gaan we naar de paal toe. En dan zou ik weer willen verzoeken, loopt u even met me mee. Samen met de burgemeester en de directeur. Ja, ja. Oké. Dan wil ik de directeur en de burgemeester verzoeken aan deze kant te komen. En deze meneer ook. En ik heb er nog een paar meer nodig, hè, want we kunnen dit project natuurlijk niet alleen doen. Hè. Even kijken, ik heb er nog een paar extra nodig. Hè. Wie komt er even mee helpen? Ja, je mag ook, ja, help ook even mee. Ja, nog meer? Ja, help maar mee. Ja, help maar mee. Ja, aan die kant. Ja, help maar mee. Kijk, de foto's die nu gemaakt worden, zijn over 15 jaar nog. Hè. Komt u ook helpen? Zo. Even wachten, even een beetje verdelen met de touwen. Zo. Harry, kun jij even uitleggen hoe dat werkt? Weet je dat niet meer dan? Harry, kun je het even uitleggen? Nou, de laatste loodjes, burgemeester. Wat zei je? De laatste loodjes die wegen het zwaarste. Nee, nou. Zo. Zo is het, Mina. Het is gelukt, dames en heren. Ik dacht dat er geen eind aan zou komen. Ja, heb ik al wel eens last van na een concert, dat is erg. Nou, hiermee is het officiële gedeelte voorbij en kan mijn feestje beginnen. Ik ben blij dat Kate hier is. U ook bedankt. Dankjewel. Burgemeester.